liedjes van. Dit? Ja, dat kan makkelijk. Mooi, joh. Wordt best wel risky, kan ik jullie vertellen. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben op dit moment op een gruwelijke locatie, maar dan ook echt een hele gruwelijke locatie. Ik wou dat ik hierheen kon gaan toen ik, jaartje of 12, 13 was, toen ik mijn skateboard leerde kennen en een ollie ging doen en een kickflip. Ik ben wel eens naar skatepark geweest, maar dat was altijd buiten. Alleen als je dit zo ziet, dit is echt super sick. Dit is een hele gaaf ruimte. Alleen ben ik hier niet om te skateboarden. Ik ben hier ook niet om met skilers of inline skates, heet dat geloof ik, skates, om dat te gaan doen. Nee, zoals jullie weten, ik heb wel eens vaker geouwehoerd. En dan zeg ik ook echt ouwehoeren, omdat ik ben geen professional of wat dan ook. Ik ben wel een soort van stuntman. Dat zeg ik ook wel vaker. Doe dit niet na. De reden dat ik het doe is omdat jij het dan thuis niet hoeft te doen. En ik ben een soort van beetje een stuntman. Half, zeg maar. Maar niet helemaal professioneel, maar amateuristische stuntman. Laten we daarop houden. Maar jullie hebben hem al vaak zien stunten met deze fiets die hier staat. En daar hebben we ondertussen wel hele leuke dingen mee gedaan. Alleen was dat in mijn achtertuin. Dat ziet er ongeveer zo uit. Gaat niet altijd goed. Ik bedoel, dat zag er vet uit. Maar je hebt ook types zoals Noël. Gaat-ie goed? Als je niet meer het gas kan loslaten. Je hebt ook een type zoals Quinn die ook graag de boom opzoekt. Terwijl je daar juist niet meer heen moet gaan. Gaat-ie goed? Ja. Ja? Ik weet niet hoe ik moet stoppen. Het is zo kort. En je hebt ook gewoon mensen die tijdens een interview op je inrijden. Kan ook gebeuren. Nou, maak hem even helemaal kapot dan. Daar gaat hij hoor, dames en heren. Kom op. Kom op. Los van dat, er is verder niks gebeurd. We hebben niks gebroken. Iedereen die leeft nog, iedereen is nog heel. En ach joh, een paar schaafwonden, dat is het. Maar wat we dus vandaag gaan doen, we hebben deze fiets hier staan. Jullie herkennen hem vast nog wel dus. Alleen zitten er geen crossbanden op, maar zitten er nu gewoon wegbanden op. Ook al moet ik zeggen dat het hier best wel glad schijnt te zijn. Maar we gaan dus even een testje maken. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen zonder bescherming. Dus ik zou zeggen, loop even met mij mee. Want over een paar dagen gaan we naar New York. En daar worden echt de gruwelijkste vlogs ooit gemaakt. Maar we gaan eerst eventjes wat bescherming opdoen. We hebben hier een paar bakken. Knie, elleboogbeschermers, polsbeschermers. Ik denk dat ik maar voor de hele pakket ga. Gewoon ja, alles. Ik denk het wel. En ja, sowieso helm belangrijk, want ja, mijn schedel is wel zeldzaam. Ja. Ja. Ik ga nooit zo'n rare schedel vinden als ik, denk ik. Goed, ik vind het al lang bijzonder dat ik deze helm in één keer oppas. Maatje LXL. Ja, maar dan moet jij ook hebben, toch? Ik heb een XXL schedel meestal. Maar ik ben niet alleen. Ik ben hier met een paar mensen die ik ook net pas voor het eerst heb leren kennen of heb gezien. Maar in ieder geval eentje in specifiek die schijnt nogal goed te zijn. En daar kunnen we ook wel hele vette shots van maken. Dat is deze gekke BMX'er. Ik ben gewoon je naam vergeten. Arjan. Dat is Arjan. En Arjan die kan wel... Ik schrok gewoon. Arjan die kan wel een beetje fietsen. Hoe is het? Nice. Ja, waarom is je shirt oranje? Het is een motocross shirt, we gaan crossen. Ah. Oei, joh. Kijk eens even. Ik dacht Nederlands team. Nederlands team. Ik ben wel Nederlands kampioen geworden. Dus. Ja, ik dacht ook daarom dat het oranje was. Ja, een beetje. Maar jij gaat naar Rusland en dan ga je BMX'en. Ja, voor het EK. Want jij bent de top van Nederland. Op dit moment wel. Holy heel shit. Vet. Hey, zijn we gewoon even bij, hè, hier. Ja, die zien we gewoon even in het echt. Ja, die zien we gewoon even in het echt. Let's go. Gruwelijk. Ja. Oké. Okay. Wat is de pijnlijkste val die je ooit hebt gehad? Pijnlijkste val? Oh, moeilijk. Positieve vraag meteen. Ja, goeie. Even voorbereiden. Wat is het ergste wat me kan gebeuren? Oh ja. Ik ben een keer mijn tanden verloren, deze twee. Echt? Ja. Oh, die zien er wel goed uit. Ja. Dus hebben ze mooi hersteld. Ja, kunnen ze goed, hè. Ja. Maar dat was gewoon ergens gewoon... En toen... Ja. Ah, en dat was dan op je stuur of zo? Dit soort... Nee, ik ging met mijn hoofd in de grond. Daarom draag je nu ook deze helm. Ah, want dit is zo'n punthelm, zeg maar. Ja, en daarom heb ik deze helm.
Ja. Jij hebt nog echt tanden. Die kunnen er nog uit. Dus te repareren, maar als bij jou ik niet heb er nog zo eentje in de bus, maar ik weet niet of die past. Ja, ik heb een XXL-schedel. Dus ja, ik ga in ieder geval niet zo gek doen. Ik doe een beetje voorzichtig aan. Want wat ik al zei, we moeten nog heel huis naar New York. Als we in ieder geval binnenkomen, schijnt echt een heel erg gedoe te zijn. Maar damn, ik zag je net al even fietsen. Fucking gruwelijk. Ze zeggen niet voor niets hè, dat Nederlanders goed kunnen fietsen. Maar deze man? Ja, deze man. Is een echte Nederlander. Ja, als je aan een paar toeristen laat zien van ja, in Nederland kunnen we allemaal zo fietsen. Nou, dan worden ze helemaal lijp. Maar even kijken. Ik zag jou net iets doen. En daarvoor wil ik heel graag vragen of je dat nog een keer wil doen. Dat was helemaal daarachter. En toen ging je daar op. En dan ging je met één voet op je band. Mm-hmm. En dan maakte hij een rondje. En toen, kan je dat? Snap je wat ik bedoel? Oké, let's go. Vind je het goed als ik daarheen ga? Is goed. En dat jij dan daarheen komt. Oké, dames en heren, dit wordt zo gruwelijk. Dit is echt niet normaal. En voor de mensen die nu kijken en denken van, ah, ik kan wel goed fietsen. Nou, deze guy is niet normaal. Het is natuurlijk wel anders dan een normale fiets, want het is een BMX. Maar dan nog, het is echt knijtersknap. Oké. Besef dit eventjes, dames en heren. Ik moet natuurlijk niet te veel in de weg zitten hier. Maar daar komt hij. 1, 2... En daarom dragen we een helm. Er kijken op dit moment te veel mensen naar de vlog. Daarom heeft hij bepaalde druk. Maar komt goed, dames en heren. Geloof mij, komt goed. Daar komt hij. Let's go. Ik was nog heel veel bang dat ik hem tegen me aankreeg. Gruwelijk. Echt heel vet. Het is wel gelijk een moeilijk trucje om... Ja, hè? Ja, dat is wel een mooi binnenkomen. Ja. Ik vind het echt nice. Wat is in jouw vakgebied van BMX'en? Want is jouw fulltime job, zeg maar? Ik geef les. Oké. En ik rij shows. Ja. En ik doe wedstrijden. Ja, want ik vind het soms best wel gek. Want je hebt, zeg maar, topsport. Waar je bijvoorbeeld multimiljonair van kan zijn. En je hebt ook topsport. En daar kan je bijvoorbeeld of bijna niks aan verdienen. Of je moet nog dingen ernaast doen. En BMX'en is dus wel een beetje dat je meerdere dingen moet doen. Wil je echt... Ja, er zijn wel toppers die er echt veel mee verdienen. Okay. Maar het is ook, de ervaringen verdien je ook mee. Dat is ook een hoop waard. Ja, nee, tuurlijk zeker weten. Nee, maar ik geef ook les. Ah, dus dit is meteen uitnodiging. Wat denk je ervan? Ik geef les in Amsterdam. Daar hebben wij een foam pit. Ja. Dan ga ik jou een backflip leren op de BMX. Let's go. Yes. Neem je vrienden maar mee. Gaan met z'n allen fietsen. Is goed. Regel ik de les. Gaan BMX voor BMX als een GM backflips leren. En dan mag ik wel zo'n helm op. Dan mag je zo'n helm. Gaan we regelen. Oké. Okay. Mag ik dan één iemand meenemen sowieso? Je mag een paar mensen meenemen. Oké. Okay. Sowieso Benny. Benny is een vriend van mij. Dat is gewoon de enige Nederlander die ik ken die niet zo goed kan fietsen. Sorry, ja, Thijs. Cool. Goed, maar dat, als hij een backflip uiteindelijk kan, dan... Ja, we hebben een foam pit, dus we kunnen het veilig leren. We hebben allemaal jumps daar. Zo, we hebben een heel vet park. Dus ja, soms ben ik bang, zeg maar, dat als je dan op zoiets afgaat, dat je dan, zeg maar, niet ver genoeg gaat. Alsof je dan een soort van weer teruggaat. Maar dat is ook een beetje je gevoel, denk ik. Gevoel. Ja, helemaal... Net iets harder gaan dan je denkt. Ja. Ja. Dat is vaak best. Oké, nou, sowieso op zich, meestal met dingetjes zo, durf ik wel shit te doen en durf ik wel gewoon een beetje in mijn hoofd zo van, oké, fuck it, send it. Gewoon gaan. Ik heb dat gezien. Moet ook wel een beetje. Ja. Je hebt wel eens wat gekke dingen gezien. Ik heb gezien, die timer gezien. Vind ik wel mooi. Geniaal. Oké, nou goed. We gaan in ieder geval vandaag een beetje kloten. We gaan sowieso nog vette dingen opnemen van Arjan. En we gaan sowieso dus even op deze fiets kijken of we een paar leuke dingetjes hier kunnen doen in het skatepark. En of we eventueel ergens een jumpje kunnen maken of zo. Ik zie daar al echt een... Dit is wel een mooi jumpje, denk ik, sowieso om met die fiets te doen. Ik denk dat ik ook een beetje voor zoiets moet gaan. En ik zou het ook wel vet vinden om deze gewoon in één keer zo te kunnen. Dat zou wel vet zijn. Die is wel mogelijk. Die is moeilijk. Ja. Die zag ik Arjan net proberen op die zwarte elektrische. Maar hij is wel een leuke uitdaging. En we hebben ook die schans. Ja. En die kan je mooi verplaatsen en dan kan je die bank in springen. Dat is echt... Ah, dat is die houten daar zo. Je kunt een beetje verder steeds zetten en dan kan je kijken of je durft te springen. Oké, is goed. Nou, ik denk sowieso dat ik eerst even gewoon een lekker rondje moet maken. Warm worden. Even warm worden. En dan moet ik geen andere beschermen, want ik zag ook nog polsbescherming en zo. Kniebescherming is dus wel fijn. Ja, dat ga ik wel even doen. Nou, haal die. Ah, ik dacht dat jij dat niet had, maar dat zit eronder. Ja. Ah, het ziet er wel cooler uit zo. Ja. Hey, nou, is goed. Dan, ik ga wel even nog andere bescherming halen. Maar dit wordt wel gruwelijk, hoor. Dit is wel echt vet. Ik bedoel, zo'n bike. Dit is wel een uitzondering, dus daar ben ik wel heel blij mee. Want normaal gesproken mag je natuurlijk niet met zo'n fiets in een skatepark binnen. Want normaal gesproken wordt het hier alleen gebruikt voor voornamelijk skateboards, maar ook inline skates dus en BMX'ers. Ja. Hij drukt op die toeter. Oh my god, dat ging toch bijna fout, hè? Maar wat zou je ook doen? Ik geef gewoon gas. Weet je hoe snel dit ding is? Mijn knie kwam al tegen het stuur en het ging toeteren. Wacht.
Schatje. Dat is echt ziek, hè? Ja. Oh, ik moet eerst even warm worden, want... Je ging nu al in een spagaat. Oei, oei, oei. Oké, maar dit wordt wel vet. Dit belooft wel wat. Even... Kniebeschermers omdoen. Even kniebeschermers en polsbeschermers. Maar dit is wel leuk. Dit is echt heel erg leuk. Kijk, de polsbeschermers. Zo, dit heb ik lang niet om gehad. Maar daar kan je toch niet meer normaal die stuur mee gebruiken als je dat omdoet. Dat is toch gewoon voor skaters? Ja, als je dit omdoet kan je zo rijden. Nee joh, dit is toch gewoon goed? Of moet die anders doen? Nee, je moet je duim daardoor, ja. Ah, sick. Dan kan je niet meer normaal sturen, denk ik hoor. Nou, we kunnen het toch even testen. Ah! Er staat hier ook op, graag in setjes terug, maar volgens mij zit alles gewoon los. Ja, alles zit los. Ja, tuurlijk, maar dat is toch vaak zo met dat soort dingen. Op het begin gaat het goed en dan daarna. Ja. Oh, nu snap ik waarom mijn setjes terugleggen, want dit is voor mijn rechter. Maar je moet zo'n blauwe pakken, want je hebt nu ook een blauwe. Oh, oké, okay, cool hoor. Nou, we setjes bij elkaar. Maar misschien is dat ook wel een. Nee, die is ook niet goed. Ja, deze misschien. Die wel, kijk, die is wel goed. Oh, beter. Of nee joh, kijk. Huh? Dat is een kinder. Oeh, het stinkt ook een beetje. Oh, oh. Ja, vind je het gek? We hebben wel 300.000 mensen in gezweet. Oh, wij zijn skaters. De missie, onwijs coole kids. In startpositie, rock'n'power. Oh, schatje, dit heeft ook echt geen nut, want je kan hier niet normaal mee sturen. Werden van wel? Nee, kan niet. Nee, zie, dat zit niet lekker. Oké, nee, dit heeft geen nut, die polsbescherming. Maar we doen wel even kniebescherming, ja. Sowieso wel. Gewoon zo'n grote, schat. Oh, ja, dat zie ik toch niet. Oh, ik voel me echt iemand die zich klaar gaat maken voor gewoon zijn dood of zo. Ja. Normaal gesproken zou jij niet eens bescherming omdoen. Dus vind ik al knap dat je nu ervoor kiest om... Ik ben juist meestal degene die zegt, hey, even aan jezelf denken. Ja, dat klopt. Even voorzichtig. Maar we hebben bij ons... Noël is helemaal gek. Maar we hebben bij ons thuis ook geen kniebescherming omgedaan. Nee, maar we hebben bij ons thuis wel gewoon te denken aan wat er gebeurt, hè? Ik denk niet dat het over je schoenen gaat. Hoezo niet? Ik ga een straatje leggen. Even testen. Yes man, let's go. Ik kerel zegt je mooi haar, ja. Als je zo'n sport doet, moet je ook wel een beetje gek zijn, denk ik. Denk ik ook, anders dan lukt het niet. Nou. Okay, en alleen nog elleboog. Deze ziet er wel cool uit. Ik ga je laten zien dat bescherming ook gewoon cool kan zijn. Snap je? Daar opkomen gaat mij al niet lukken, denk ik. Ik denk dat het wel een hele uitdaging wordt om met die fiets voor mij daar op te komen. Dit is wel moeilijk, ja. Ja. Best wel. Maar ik zou... Ik ga gewoon een klein beginnen. Ja, ik zou het wel heel erg leuk vinden als jij met, zeg maar, je lesgevenervaring, je instructor skill, dat je... Ja, vertel. Ik ben ook gewoon nog Nederlandse les aan het volgen. Ja. Maar het zou mij wel leuk lijken als jij, zeg maar, met je lesgeefskills mij, zeg maar, 3 uitdagingen kan geven die ik vandaag moet doen, zeg maar. Oh, vet. Daar ga ik even over nadenken. Oké, is goed. Nou, komen we daar straks over terug. Ik ga eerst even de baan verkennen. Oké, laten we eerlijk zijn. Dit ziet er toch gewoon uit als iemand die gewoon iets gaat breken? Nee, valt wel mee. Nee, valt het mee met de bescherming? Ja. Yo! Ah! Het is wel leuk hoor dit. Het is glad hè met die fiets. Oh yo! Het is echt heel glad hier. Let's go. Toma. Let's go. Let's go. Ja, deze vind ik wel leuk. Dit lijkt me echt wel vet om gewoon uiteindelijk te kunnen. Maar die ziet er ook uit alsof je wordt gelanceerd naar het dak. Ja, hij is wel... Poppy, ja, hij is wel poppy. Ja. Damn. Een stijlschatje. Een stijlschatje.
stijlschat. Het is een stijlschatje. Oei, ik ben nu gewoon back-off, man. Het is echt niet normaal hoeveel aandacht, hoeveel focus je moet hebben. Geconcentreerd. Ik heb een mooie eerste uitdaging nog. Of ben je nog niet... Ik ben ready. Oké, de allereerste uitdaging door Arjan verzonnen. Ik ben benieuwd. Eerste uitdaging, beginnen rustig. Zie je een mooie trap? Daar kunnen we wel vanaf rijden. Ah, daar kunnen we wel vanaf rijden. Ja, en dan daarna die paalkoppen. Die? Goed sturen. Lekker wakker te worden, die focus te creëren. Ja, lekker wakker te worden tegen die paal, ja? Oké, nee, is goed. Dat is wel een leuke uitdaging. Ik zal even je tas weghalen. Ja, heel graag. En dan gaan we even hier eraf tulip. Ja, dan komen we goed. Oké, eerste tip. Tip 1. Ja. Ik zag je net een rondje rijden en ik heb ook stiekem één video van jou gekeken in je achtertuin. Ja. Wat ik vet van. Nice. Maar wat heel belangrijk is, want het is natuurlijk een beetje een crossmotor, zodat je veel staat. Oké. En eigenlijk moet je, ik zag je net een paar keer best veel zitten. En als je staat, is er wat ik van de motocross heb geleerd, één ding heel belangrijk. Eigenlijk wil je je tenen naar binnen wijzen, dat je zo met je knieën je motor pincht. Dus je moet echt je motor moet je een beetje geklemd houden. Oké, dus je moet je tenen naar binnen draaien dit jaar. Zo. Zo als je zo staat, dan heb je de motor heel goed gecontroleerd. Ja. En dan hou je bovenlichaam, die mag een beetje los blijven. Maar die motor moet je vasthouden. Die motor, morgen moet je hier spierpijn voelen. Ah, bij je benen. Dan doe je het goed. Ah, oké. En als je dit doet, dit is top. Oké. Als je dat doet, heb je meer controle. Dan kan je heel makkelijk van die trappen vrij. Nice. Nou, als je het eerst doet, doe ik het erna. Is goed. We moeten altijd proberen om zeg maar eerst iemand anders te laten gaan. Ja. En dan jij. Okay. Oké. Woe! Hij is steiler dan ik dacht eigenlijk. Ja, dat was best wel stijl, ja. Ja. Dat is een makkie. Oké, let's go. Nice. De eerste. Ik ga hem nu nog een keertje doen. Ik denk dat als ik kan deze ook wel harder, maar dat is niet de bedoeling, hè? Wel vet. Ja, dat is wel vet, maar misschien dan die onderkant ook. Maar je wil hem nog een keer doen of niet nog een keer? Wat zei je nou? Ja, ik ga hem nog een keer een keertje doen. Oké. Ik ben benieuwd. Ja? Ik denk dat ik die Ja, toch? Ja. Nice. Let's go. Oké, dat was de eerste. Nice. Numero dos. Oh ja, trouwens, parkmanager. Yo. Wat is je naam ook weer? Bert. Dat ben ik. Nice, shout-out naar Bert. En hier is Ernie. Wat is je naam? Wisse. Ernie. Het is te makkelijk. Sorry. Wat is je naam? Sorry. Oh, Wisse. Wissen? Ja. Wissen? Wow, dat is een vette naam. Straks gaan we sowieso iets filmen van Wissen. Ja. En moeten we één ding op hopen, dat als we het eenmaal hebben opgenomen, dat we daar niet gaan wissen. Schat. Helemaal kut. Nee, maar sowieso, dat wordt één van de sterren van de video hoor. Want ik had ik heb net één ding van hem gezien daar zo. Het maakt niet uit of je hem nou landt of niet. Ziet ja. Allemaal spectaculair. Ja, je was dat aan het oefenen, hè? Die, daar zo. Die hoge airtime. Very much airtime. Ja, toen ik vroeger skatefilmpjes speelde, toen kreeg ik daar wel aardige punten voor. Wat is zo'n trick? Ja. Ja, sowieso. Oké, dat wordt gruwelijk. Oké, op naar nummer dos. Oké, wil je nu al nummer dos doen? Ja, let's go. Ik ben warm. Je hebt goed gemikt. Daar zat een heel mooi klein schantje. Dus je ziet hem staan. Ja. Daar opeens vind ik die hele smalle. Nou, laten we dan heen gaan. Deze hier. Deze! Ja. What the fuck? Niet, echt? Ik dacht dat die het over een schans hebben waar je gewoon zeg maar... Ik dacht die smalle. Ik dacht die schans. Dit? Ja, dat kan makkelijk. Oh, dat wil ik eerst even zien dan. Ik wil deze ook bewaren voor iets later, maar ik vind het wel een mooie uitdaging. Ja, ik heb net stiekem al een keer geoefend. Hij is goed, hij is te doen. Oh okay, mijn god. Ja, ik wil even zien. Een mooi recht mikken. Oké. Okay. Ja, dat is het gewoon. Recht mikken. Ja, recht mikken. Ik ga ook nog iets doen op de fiets. Ja, is goed. Ja. Dat was een makkelijke kijk. Ik dacht, ik doe hem zo makkelijk mogelijk voor dat jij het durft te doen. Ja, ja, en het is ook wel chill, want als stel voor jij was nu vol gas gegaan en ik deed hem, dan zag het heel knullig uit. Hij lijkt ook heel smal, maar als je vanaf hier kijkt is het wel echt dik een band. Let's go! En nu harder! Hij heeft schijt! Let's go! Oké. Wow, joh.
Hoppa! Ja, je ziet wel wie het vers komt. Ja, echt hoor. Ik kwam hier. Nee, de twee... nee, die tweede is hier, is van jou. Die hiernaast is van jou. Echt? Ja, dit is ook van jou en deze is van hem. We komen net zo ver, dan kan je toch niet naar je voorbij laten gaan. Ja, die is wel verder. Hey, maar dat was in ieder geval nummer 2. Ja, nu heb je al twee uitdagingen voltooid van. Oké, dan gaan we nu met een wheelie 3 naar onderdeel 3. Okay. Met een wheelie naar onderdeel 3. Oké. Op naar onderdeel 3. Wat is onderdeel 3? Weet je dat al? Ik kan er wat meer bedenken eigenlijk dan 3. Laten we eerst kijken wat 3 is. Oké, okay. Voor 3 heb ik wel een mooie. Ik dacht dat we hebben nu twee technische dingen gedaan. Precies. Maar we moeten ook nog even ergens op een quarterpipe eigenlijk op in afrijden. Een quarterpipe? Ja, dat is een schans. Ja, een quarterpipe is skaten BMX. Oké, schans. Een quarterpipe. Zo vind ik een hele mooie in het midden. Ik weet zeker dat je dat kan. Het is een beetje spannend, maar ik doe hem wel een keertje voor. Oh, dan gaan we gewoon opspringen. Ja. En aan de andere kant is dat te makkelijk. We gaan zien. Doe jij het eerst maar. Ik zie sowieso eentje die ik heel graag wil doen. Die, maar die denk ik, ja, dat is vet. Zo naar flat springen. Ja, maar die kunnen we straks nog wel proberen. Ja. Maar laten we eerst die doen. Ik, let's go. We hebben in ieder geval ergens opgesprongen. Dat moet precies. Dat gaan we doen. Vind je het leuk? Ja, zo leuk. Zoals ik al zei, dit mag normaal gesproken niet. Nee. Het is best wel uniek dat we dit mogen hier zo. Ja. Zei Arjen ook al. Het is echt wel sick om dit gewoon te doen. Want het is eigenlijk gewoon heel raar. Ja. Dus ja, als goed laat jij me eerst zien en dan ga ik volg ik weer. Maar je moet dus oppassen dat je niet te veel gas geeft. Dan schiet je echt de lucht in. Ja, precies. Ik wil wel een beetje. Daarna gewoon mikken en erop rijden. Oké. Yay! Hoppakee. Ja, hè? Ja, en zo heeft vooral altijd gewoon heel veel schijf. Oh. Ja, maar nog. Ja, dit is best goed. Ja. Oei. Even rust weer nu. Even rust. En mijn polsen voel ik nu ook. Maar dit is nice. Ja, gaat ook lekker zo, toch? Heb je zo ook een uitdaging voor mij? Ja, zeker. Ja, dat is, ik moet dan iets verzinnen wat ik zelf dan niet durf. Je bent beter dan ik had verwacht. Dit is echt goed. Ja, dat was best wel mooi. Oh, nice. Nou, blij mee. Ja, uitdaging. Ja, ook al hebben we hem eigenlijk wel al zien doen, maar niet, ik heb niet helemaal goed opgelet. Maar in mijn ooghoek, ja, als je deze volledig wil poppen, zou ik dat wel vet vinden. Oké, ik wil nog een keer proberen. Cool. Dat was wel eng. Ja, je hebt het net gedaan inderdaad, die nice. Zag ik. Nou, we staan er al naast, dus we kunnen gewoon de kamer omdraaien en dan pakken we die. Zet hem op. Let's go. Oké, dat is dus serieus deze, dames en heren. Dus dan gaat hij via daarboven gaat hij beginnen. Dan dropt hij erin en dan maakt hij de volledige jump. Ja, dat is echt heftig hoor. Het ziet er eng uit als je hem doet, vanaf de zijkant valt het mee. Het ziet er zo makkelijk uit, ja, hè? Het is echt vervelend, want het ziet er makkelijk uit, maar het is echt moeilijk. Ja, maar je kan er wel een paar keer een beetje opspringen. Ja, maar ja, je raakt sowieso nooit het plafond. Nee, dat gaat niet. Oké, ik ga het ook wel proberen. Kan er wel rustig opbouwen. Dat is wel spannend, hè? Hij wil het ook meteen weer proberen, ja. Nu jij het gedaan hebt. Oh! Ja, het moet kunnen, toch, denk ik? Oké. Ik heb zweterige handen. Oei, bijna. Ja. Yeah. Goed, snelle leerling volgens mij. Let's go. Dat is echt vet. Gruwelijk. Dit is echt wel een spannend ding om te springen. Ja, ik heb ook wel echt zweethanden, ja. Ik vond het wel spannend. Ja, nou, je doet het echt goed. Heel sick. Nice, oké, echt gruwelijk. Ja, wat mij wel echt een hele vette lijkt, is iets met die jump. Dat is de beste schans. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik zal hem eerst zachtjes doen voor jullie en dan daarna kijken wat Arjan ermee kan doen. Welke jump? Ja, kom maar mee naar deze, schat. Ah, ja, die ziet er wel eng uit, omdat het gewoon zo'n punt is. Ja, maar ja, misschien als je dan zo hoog kan springen en iets van... Zo hoog. Snap je? Hoe? Nog een keer? Oh, dat schoot er trouwens in. Doet de gekste stunt, doet in één keer één sprongetje. Die had ik weer niet goed erop. Ga je gewoon springen en dan... Snap je? Dat is toch vet? Dat geluidje. Ja, toch? Zeker. Oh, schat. Ja, dat kan toch ook niet?
Ja, zoiets. En dan jij, zeg maar. Ik dacht, wat gaat hij nou doen? Ja, gaat goed, gaat goed. Gelukkig zit daar geen ketting of zo, anders nee, dan... Ja, hij moet ook een beetje de kwaliteit testen. En die is goed. Sorry, Angelo. Angelo is er ook weer bij van Bike Center Holland. Die heeft deze fietsen geregeld voor vandaag en de locatie. Dus dat is wel echt super tof, dus shout-out naar Angelo. Ali is er ook daar, maar die zit zoals altijd weer toeschouwer. Oh ja, je hoort het wel. Ali is een goede toeschouwer. Ja, ja, ja. Oké, okay, is goed. Moet je weer gas geven? Ja, jij. Maar deze is wel echt eng, hoor. Ja, deze is eng. Hoi, lekker hoor. Ja, dan heb je echt die flat landing, hè? Ja. Hij is niet, je gaat niet omhoog en dan smooth naar beneden. Het is boom. Nou, als je daar dan op gaat en je gaat via daar dan af en je doet dan hier zo. Ja, dan is hij stijf. Ja, en dan doe je zeg maar zo. Jij wil echt graag die move zien, hè? Ja, dat lijkt me echt vet. Dat is mijn eigen move. Dat is Superman. Nee, dat is geen Superman. Dat is... Ja, toch? Voor deze heb ik nog wel een mooie tip. Dat moet je met motocross ook doen. Je moet altijd op het gas landen. Daarom staan die mooie slipspoints er. Ja. Ook op jouw crossbaan. Als je over die schans gaat en je komt in het zachte zand, dan wil je eigenlijk op het gas landen. Dan ga je altijd gelijk weer naar voren toe. Anders kan je zo over je stuur gaan als je een beetje inziet. Ja, die tip hebben Noël, Quinn en wie nog meer wel nodig. Rutger. En trouwens, er is één iemand die moet juist niet te lang op het gas blijven, dat is Martijn. Ja. Martijn Kuipers, die heeft me ooit aangereden, want die bleef aan het gas hangen. Dan stond ik verderop als hij een interview aan het geven, toen reed hij op me in. Nee, ja. Ciao! Dus ja, dat. Oké. Okay. Nou, één keer dan vanaf daar zo. Ja. En dan... Maar het mooiste is dat het zo'n geluidje maakt. Komt-ie, hè? Oh! Oh! Die van hem maakt niet zo'n mooi geluidje. Beter uit. Zo, shirtje uit. Let's go. Altijd de knolpauw natuurlijk. Wel een beetje bezweet hier en daar. Maar... Ja, zo, een beetje. Gaan we ervoor. Let's go. Hey, bij sporten hoort zweten. Tuurlijk, ja. Oké, okay, ja, doe jij hem eerst, doe ik hem daarna. Ja, deze kunnen we steeds iets verder zetten. En deze uiteindelijk met... Je ging nu al te ver. Hij kan verder. Oké, okay, ik schuif hem wel verder. Oké, de schans staat nu iets verder. Nu gaan ze het nog een keer proberen. Verder. Ja. Oké, gaat hij nog verder? Ik denk, even kijken. Zo. 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 Hij kan nogal verder, hoor. Jij doet echt vol gas. Dat was dus nog steeds echt niet ver genoeg, dus doen we nog een stukje verder. Succes! Zo, dit is echt al ver hoor, kijk dan. Hij kan nog steeds verder, hè? Holy shit, ja. Oké, ik heb even gevraagd of een van de sterspelers van de Wisse, van de skateboarders, en hij maakt airtime. Dus hij kan dit? Dus dat is wel heel ver, hè? Ja, alleen doen als je denkt van, fuck it, dit kan ik. Ja, maar volgens mij denkt elke skater, fuck it, dit kan ik. Komt er nog eentje bij. No!
die fiets is ook veel zwaarder als die op je komt. Ja. Hij is zo'n stukje verder. Oh, dit kunnen ze wel. En jij ook toch? Ja, ik ga ook nog een keer met de fiets. En nu zijn we echt aan het spelen, hè? Ja, ja, ja. Achter elkaar. Let's go. Oh! Holy shit. Dit is echt gruwelijk. Ik moet heel even plassen. Oh echt? Ja. Dit is zo spannend. Je mist het allemaal. Woep. Oei, oei, oei. Dit is wel echt gruwelijk, dames en heren. Dit is wel echt gruwelijk. Oh! Ja, liever het skateboard er tegenaan dan jezelf. Maar damn. Hij zendt hem wel, hoor. Holy shit. Oké, dit is echt geniaal, dames en heren. Ik heb het bloedje heet, maar dit is wel echt lachen, hoor. Oei, yo. Let's go. Holy shit, what the fuck? Wat gebeurt hier? Oh, ja, die was echt ziek. Ja, gaan we weer. Die kickflip die erin, holy shit. Echt gruwelijk. Oei, oei, oei. Oei, oei, oei. Maar dit is wel leuk. En ik heb één klein dingetje erbij. Het is niet bijzonder veel, maar zo net ging ik zo en toen hier de op en dan nu de af. En wat ik nu eigenlijk wil proberen is dat ik de jump neem en dan daar die andere erop. En dan hier zo erop en dan weer zo de jump. Oké. Dat is zeg maar het rondje. Oeh, weet je wat we gaan doen trouwens? Ik weet het wel leuk. We kunnen hier er vanaf, dan nemen we die jump daar. Dan gaan we zo terug, nemen die andere jump. En dan gaan we daar zo heen, draaien we om, nemen we die stang. En dan na die stang nemen we die andere. Of nee, dan nemen we daarna de trap. Ja, ja, dat is een mooi parcours. Dat is een mooi parcours. Oké, okay, let's go. Let's go! Nice! Hoppa! Dat was geniaal. Dat was een mooi, mooi parcoursje. Maar sowieso, dit is vet. Ook die skaters, gruwelijk om te zien. Echt gruwelijk. Oh, zo vet. Niet normaal. Hij deed weer een kickflip, hè? Ziek hoor. Niet normaal. Ik moet zeggen, je gaat best goed. Lekker! Ja, thanks. Ziet er echt sick uit. Ik ben wel onder de indruk. Ja, thanks. Ja, het gaat lekker. Ja, dankjewel. Dat is vet om te horen. Dat is nee, een beetje sketchy, maar... Ja. Ik hou van dat sketchy. Dat is ook entertainment, hè? Ja. Oké, ik ga die grote jump nog een paar keer doen. Dat blijf ik wel leuk vinden. Maar we kunnen hem nog verder wegzetten, hoor. Ja, dan zit er weer dichterbij. Maar ik denk dat ik even een GoPro'tje daar neerzet, want ik ga ze gekke shit nu doen. Ik weet niet wat ze neerzetten. Let's go. We raise our heads up to the sky.
dat is echt sick. Best wel risky, kan ik jullie vertellen, want wat we nu gaan proberen is hier de jump te nemen naar die. Echt? Het is niet mijn idee, het is zijn idee, maar aangezien het zo lekker gaat, kunnen we even kijken of we wat kunnen regelen. Nou, ik ben heel benieuwd. Succes! Ik zei al tegen Arjen, als jij het eerst doet, doe ik het eraan. Oké, okay. Jij bent de echte stuntpiloot. Ja, jij bent hij is de stuntpiloot, ik ben stuntpiloot 2.0. Nou, laat me zien dan. Oké, okay, ik ben benieuwd. Go. Je moet even kijken waar je wil staan, maar ja. Wordt wel spannend. Oh. Holy shit! Oké, okay, het kan wel, maar ja, Arjen is wel iets... Ja, je bent hier goed in inderdaad. Ik denk dat als jij hem weer eerst doet, ga ik achteraan, dan kan ik jouw lijn volgen en jouw snelheid een beetje. Let's go. Het spannendste van vandaag. Ja, snap ik wel. Je moet helemaal scheef springen. Ja, dit vond ik echt het spannendste van vandaag. Holy shit. Nice. Oh, ik wil hem nog een keer doen. Nou, let's go. En dan denk ik, als jij daar wil gaan staan, dan zie je in één keer uit het niets mij zo springen. Ja, dat is goed. Oh mijn god, je ging veel te ver. Ik ging veel te hoog. Maar alsnog goed. Heerlijk. Oh, dit is zo vet, joh. Ik heb zo de parkmanager zo ver gekregen om te gaan liggen. Dus nu moeten wij gaan jumpen. Wow. Ik dacht dat je met skateboard eroverheen ging. Nee, gek. Misschien voor een andere keer, maar nu... Zo net haalde ik het niet de laatste keer. Oké, okay, let's go. Ja, dit gaat makkelijk. Ja. Ik wil het zeker voor de onze
echt serieus. Ik heb enorm genoten. En voor iedereen die hier vanavond heeft geskateboard of iets heeft gedaan, staat in de beschrijving. Ik kan het niet allemaal op naam zetten, want ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd. Maar alle skaterborders staan in de beschrijving met hun Instagram of wat dan ook. Dus shout-out naar hun allemaal. Thanks Angelo voor de bikes. Thanks Arjan voor je tijd en voor de tips. Thanks voor het lachen. Thanks Bert voor het park. Gruwelijk. Yes. Ik heb echt genoten. Graag gedaan. Het was een leuke avond, toch? Ik zie je inderdaad graag een keertje in Amsterdam. Gaan we een flipje leren. En dit was echt, kijk, je ziet het bloed er doorheen komen. Oh, ik heb dat helemaal niet doorgehad. Je ziet mijn voet trillen, zie je dat? Wanneer was dat? Ja, van net. Omdat je te hard vloog. Ja, ik ging veel te hard, waardoor ik met mijn benen zo pap op het ijzer kwam hier zo. Oh, dat zag de hele ik avond ging het goed en de afsluiter niet. Shit. Ach ja, het is wat het is. Ik heb wel genoten en als dit het enige is, dan zo be it. Yes. Het was wel vet. Deze bankjes in het park gehad. Ja, echt, hè? Dat is dan ook wel meteen de eerste keer. Zo, dames en heren, de rust is wedergekeerd. Het is gewoon helemaal stil in één keer. Niemand is aan het skaten meer. Alle skateboards liggen hier. Ik vind het altijd zo sick eruit zien. Die lijntjes hier zo aan de zijkant van zo'n skateboard. Maar goed, die staan hier stil. En ik zit even hier in de winkel te kijken. En Myron en ik zijn iets tegengekomen hier. En dit is echt zo sick. Je hebt hier dus allemaal nieuwe snowboards van dit seizoen. Kijk nou eens even naar dit snowboard. Deze is helemaal wit. En toen zei ik tegen Myron van die valt dan eigenlijk helemaal niet op, want sneeuw, hè, wit. Maar wat nou als ik deze koop en ik zet in het midden hier zo en hier zo boven spuit ik het Knolpouw logo in het rood. Want moet je kijken waar we achter kwamen? Het achterkant is rood. Oh my god, dit is dan gewoon een bord voor mij, toch? Het is gewoon perfect. Kan gewoon niet beter. Hoe gruwelijk is dit? Damn, niet normaal. En dan gewoon de bindingen die erop zitten helemaal in het wit. Dus ook al echt perfect. Ja, gruwelijk. En ik heb nieuwe schoenen die ik ga kopen. Die liggen hier nog. Ja hoor. Ik wilde deze serieus in Duitsland kopen. Alleen ze hadden ze niet in mijn maat. Maar hier wel. Check eens even. Mijn nieuwe schoentjes. Die zijn echt super chill. Ze zijn echt perfect. Denk gewoon voor, wat is het? Sporten, chillen. Perfect, meenemen. Kijk, dit zijn dus die skates die ik bedoelde. Hier doen ze ook allemaal van die gekke tricks mee en zo. Dat heb ik eigenlijk nog nooit echt gezien. Volgens mij is dit ook speciaal een beetje die afstand ertussen voor het grinden en zo. Ziet er ook wel sick uit. Gruwelijk. Hoppa. Ja, mooie wintersportspullen allemaal. Allemaal voor het nieuwe seizoen voor wintersport. Daar heb ik echt zin in. Of snowboarden. Hey, later! Alleen contant. Inderdaad, we hebben bij Dom op. We hebben zelf de laatste pinstory. Dus kunnen we een toon gaan betalen. Is dat het probleem voor je? Ik zit serieus nu net het briefje zie ik hangen en ik zit in de auto te kijken. Ik heb al een brief van 5 gevonden. Dus ik kan al nuggets halen. Ik ben nog even verder aan het zoeken. Nou, we hebben in totaal gevonden €5,85. Nou, als je wilt, kunt u een paar kleine items bestellen. En helaas kan ik er niet veel meer van maken. Ja, het is wat het is, dat is prima. Nou, 9 met nuggets kan sowieso. Ja, 9 met nuggets, dat is €3,50, hè? Wauw, wat een pech hebben wij. Dit is echt, dit heb ik nog nooit meegemaakt. We zitten in de auto bij de McDrive en de pin is kapot. Dus ze hebben een storing, dus je kan alleen met contant geld betalen. Nou, nu hebben we van die skatesessie, hebben we natuurlijk gewoon trek gekregen. Nou, ik heb geen skatesessie gedaan, hè? Nee, dat is waar, maar je hebt wel trek gekregen. Ja. Je hebt wel veel gefilmd voor mij, dat is echt super lief. Ja. De shots vandaag zijn gemaakt door Myron, super nice. €5,85 of zo kon ik vinden in mijn auto, dat is echt alles. Nou, dat heb ik dan ooit toevallig een keer hier tussen gedaan. Dat is alles wat ik kon vinden. Hoi! Voor de 84 alsjeblieft. Yes! Dankjewel. Alsjeblieft. Even kijken hoor. 60, 70. Als ik jou dit geef, die 80 cent, dan kan ik een euro terugkrijgen, toch? Ja, kan ook. Dat is beter. Dan ben ik van kleingeld af. Oh mijn god. Ja, die ligt op grond. Ja, krijg je 1 euro terug. Ja, top. Dankjewel. Laat ik het ook nog vallen. Zo, een euro. Voor een winkelwagentje. Oké, werk ze. Ciao. Dan hebben ze het echt niet druk waarschijnlijk, want heel veel mensen kunnen niet meer contant betalen. Die remmen, hoor je dat? Om dat weg te krijgen moet je blijkbaar gas geven en dan 1 keer keihard remmen. Dan slijt er weer een stukje af en dan hoor je dat niet. Maar nu hoor je dat. Oh, dat is zo'n naar piepgeluid. Jeetje, wat ga je dan in 1 keer zoeken naar geld in je auto? Ja. Ik kan gewoon niks vinden. We hebben alle vakjes lopen bekijken. Nee, maar ik heb soms nog wel contant geld achter mijn hoesje, maar dat had ik ook niet. Nee, dus ja, helaas. Het is wat het is. Dankjewel. Dank je, werk ze. Nou, we hebben in ieder geval 9 nuggets. Ja, 9 nuggets en een hamburger. Nou, dat is ook wel genoeg, toch? We hebben 9 kip nuggets en 1 hamburger. 4,5 nuggets pp en een half hamburger. Echt, hè? Ik dacht trouwens dat een hamburger al een euro was. Ja, dat is niet meer zo, hè? Dat is 1,30. Nee. Ja, het heet nog wel een Nee, het heet niet meer een euroburger. Nee. Vroeger heet het een euroburger. Een euro 30 cent burger, dat klinkt ook niet meer, hè? Nee, maar als je een euroburger zegt... Ja, man. Hij is wel echt... Dik in het echt, ouwe. Ja, dankjewel, man. Thanks. Alles goed? Ja, man. Cool. Zo, helemaal verbaasd, joh. Dat maak je ook niet mee, joh. Kom, man. Ja, tuurlijk. Ja, kom maar aan deze kant. Maak een fotootje. Ja, hoi. Hoi.
Hallo. Het is zo gaaf dat ik jullie zie. Ja, nou, cool. Oh, ik sta wel onderweg. Hey. Auto! Oh, daarom ben je vlog gekeken, daar echt waar, dat doet gewoon niet. Hallo! Mogen we misschien ook een foto? Tuurlijk, zeker! Oh, ik vlog je ook zo graag! Ja? Oh, geniaal! Oh, wat leuk! Kan ik het zelf maken, Smol? Ja, heel graag! Dank je wel! Heel leuk! Echt, jullie doen het echt goed! Ja, echt nou, dat is het lief! Ja, dank je wel! Allemaal positive vibes! Lekker! Let's go, dank je wel! Schat, we hebben geluk! Wat dan? Tel eens. Nee, hebben ze er eentje extra bij gedaan? Meen je dit? Tel eens. Ik heb ook geteld, maar ik weet niet zeker. Oké, dan moet ik even naar rechts, even stilstaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh my god. Yo. Oh, wacht. Hoi, jouw man. Mijn zusje gelooft niet dat jij er bent. Oh, nou ja, ik ben er wel. Kijk dan. Yo, lekker nuggets eten. Ik zat gisteren nog een vlog van jou te kijken. Let's go, dankjewel, dankjewel. Wat doe je hier, Deventer? Ja, we waren bij het skatepark. Wow, ik moet zeggen, Deventer, goede vibes. Alleen maar holy moly, echt. Ik was hier één keertje met snelle. En misschien was ik ook precies bij deze Mac. Dat weet ik trouwens niet. Dat herken je natuurlijk niet in het donker. Nee, toen was ik hier met snelle. Toen was ook alleen maar gewoon lieve mensen. En helemaal, yo, chill, alles, even foto, blablabla. En geniaal, super nice. Maar 10 nuggets, het komt nooit voor. Ziek, hè? Ik zat zo te kijken, maar ik moest wachten met eten. Omdat iedereen op de foto wou. Dus ik zat echt zo, volgens mij zijn het er 10. Ja, dan ook 10 nuggets. Ja. En je hebt de burger voor de helft op. Ja, lief hè? Nou, lekker hoor. Nou, gaan we naar huis, dames en heren. Let's go. Zou dat naar Deventer. Goed, gaan we het even bij de volgende proberen. Let's go. Goedenavond, welkom bij de McDonald's. Op dit moment hebben wij een pinstoring gaande en dat betekent dat u niet met pin kan betalen. Er is wel een mogelijkheid dat u contant zou kunnen betalen. Mijn excuus is oprecht. Dat is wel echt super komisch aan de ene kant, want ik kom net van een andere Mac en toen hadden ze niet verteld dat het een landelijke storing was, maar een, ja, gewoon een storing. Dus ik dacht, hier kan ik wel pinnen, maar het is dus een landelijke storing. Nee. Het is zeker geen landelijke storing, echt niet. Het probleem is, bij ons is er een kabel kapot gegaan zojuist. Dat is voor ons een vrij belangrijke kabel, want de kabel zorgt ervoor dat wij contact houden met de serverruimtes en met onze pinautomaten. Die is kapot gegaan. Wij kunnen door het hele filiaal geen gebruik maken van de pin. Ik moet je wel zeggen, Enzo, je maakt mijn dag wel, man. Let's go, daar doe ik het voor. Ik ben gewoon serieus, gewoon zonder pakken. Mag ik mijn telefoon pakken misschien? Ja, tuurlijk, dan gaan we een foto maken. Maar ik kom dus serieus net van een Mac van Deventer en die hebben hetzelfde probleem. Nee, Deventer ook al? Ja. Dat is wel echt jammer, want dat betekent dus dat in Deventer wel echt een storing gaande is. Maar bij ons is het gewoon echt gewoon een probleem met de kabel. Wow, dat is echt toevallig. Wow, ik space hem hard. Oké, ik kom naar jou toe voor een foto en dan kachelen we hem naar huis. Bro, jij bent echt een topper. Is goed, ik zie je daar, ja? Yes, thanks man. Ciao. Wow, hoe ziek is dat? Dat kan toch geen toeval zijn? Dat moet toch wel landelijk zijn? Ik ga het nu googlen. Nou, ik denk niet dat McDonald's een update geeft zo van, nou, we hebben nu een landelijke storing. Ja, maar als je het op Twitter opzoekt, dan hebben mensen er echt over getweet, hoor. Kijk, meestal op internet of zo, bij KPN, dan kan je gewoon online kijken bij die service of zo. En dan zeggen ze van, yo, dit en dit. Yo! Ik ben het gaaf, helemaal kan je misschien doorrijden naar het tweede raam, dan ben ik... Ja, tuurlijk. Yes, ja, is goed. Oh, ja, hij kan hier het raam niet verder open doen dan dit, vanwege veiligheid, omdat het avond is. En hier kan hij gewoon zeggen, yo, what up, man? Gewoon een box. Yo! Yo, man! Cool man, alles goed Justin? Ja man. Let's go. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het de laatste met mijn broer over, want even kijken, mijn broer kijkt jouw vlogs iedere dag. Ja. Zijn vriendin en letterlijk hun kinderen. De hele dag door. De hele family. De hele family. Ik zeg altijd, let maar op, ik ga mooi tegenkomen in de drive. En dit let's go. Heerlijk. Wie is dan? Dit is keihard. De beroemde YouTuber, man. Hallo! Enzo, toch? Ik voetbal bij Ajax, ik ben voetballer. Ja, man. Hoe heet je? Hij is keeper. Hij is keeper. Ja, ik ben Sillessen. Sillessen. Nee, ik ben Enzo Knol, YouTuber. Kijk zo. Ik heb mijn dag gemaakt. Ja, je had het goed. Ja, was ik maar voetballer, was wel een keer leuk geweest. Maar... Ik heb nog een vraag aan de manager of misschien gratis hamburger kan fixen, maar ze zei nee. Dat is wel lief, man. Dat is wel lief. Wij gaan door naar de volgende, gaan we daar kijken. Hey, succes zou ik zeggen, man. Is goed. Bij de avond. Wat wil je eten? Wat zei je? Wat wil je eten? Ja, doe maar. Wij hadden dus €5,85 gevonden. Wij komen net van de andere McDonald's in Deventer en daar kon je ook niet pinnen. Dat meen je niet, ja. Serieus? Dus ik dacht van het is een landelijke McDonald's-storing. Dat zou kunnen. Maar ik hoorde dus dat er een kabel of zoiets mis mee was. Ja, wij hebben hier een kabel, maar wie weet dat het wel iets landelijk is. Ja, want wij komen net van Deventer en hadden ze precies hetzelfde probleem. Maar wij hebben daar dus net, want ik had nog €5,80 gevonden in de auto, hebben we 9 McNuggets gehaald en een hamburger. En nu zeiden we tegen elkaar van oké, laten we hier eraf gaan om even wat drinken te halen, want hier kunnen we wel pinnen. Geef ze maar. Ja? Ja! Ja.
Dat is echt heel lief. Dat is super lief. Ja, dan ja, ik zou heel graag een medium milkshake willen voor wat drinken. Hallo, goedavond. Hij is YouTuber. Je mag meer, man. Moet je gewoon pakken? Nee, ik hoef alleen een milkshake. Ik ben echt genoeg. Ik wil graag die nieuwe McFlurry. Oh, die nieuwe McFlurry triple chocolate. Triple chocolate met caramel. Caramelsaus? Ja. Ja, mogen we die dan twee keer en dan delen we een milkshake? Legends hier zo. Waar zijn wij? Justin, fucking legend, man. Legend. Justin, groetjes aan je broer en je schoonzus en je kinderen. Zijn kinderen. Ja. Even kijken waar we nu zijn. Welke McDonald's dan? Ja, maar dat is dan landelijk. Dat moet wel, want zij was helemaal verbaasd. Ja, dat kan niet. Ze was helemaal van... Wat? Niet geniaal. Niet geniaal. Apeldoorn zijn we. We zijn Apeldoorn. Apeldoorn. Oh, we zijn in Apeldoorn. Ja. 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 Wil je een foto? Ja, ja, tuurlijk. Ja, laten we zelf maken. Geen probleem. Alsjeblieft. Mooie auto. Ik ga altijd zo snel. Dankjewel, dankjewel. Ja, zo'n mooie auto en dan geen contant geld voor de Mac. Waarom? Ja, ik ben altijd. Misschien thuis zitten. Ja. Ja, super, dankjewel. Wauw. Echt top. Echt. Echt super lief. Echt super lief. Dankjewel. Ze zeggen geniet van. Ja, gaat goed komen. Je hebt mijn dag gewaakt in ieder. Let's go. Dankjewel. Super. Shout out to jou, Justin. Doei. Ciao. Horen nu. Yo. Geniaal, wauw. Dat is wel echt, echt, echt geniaal. We hebben alleen wel chocoladesaus, niet karamel. Oh, dat maakt niet uit. Daar gaan we nu niet meer over zeuren. Nee, we kunnen nu niet terug zijn van ja, jullie hebben een verkeerde saus. Ik heb nog nooit chocoladesaus gehad bij een McDonald's. Nee, ik ook niet. Het is altijd eigenlijk karamel of geen saus. Ja. Ja. Je had net zo'n stukje ei. Ja. Wow, dit was zo leuk. Wow, eerst Deventer, nu Apeldoorn. Geniaal, shout-out naar Apeldoorn. Altijd als mensen dan aan die kant zo met jou de foto gaan, dan ga ik zo erachter zo. Want ik sta altijd, dus aan het begin zag ik dan foto's dat ze met jou maakt en dat ik dan zo... Zo hier zit, heel random en zo. Dus meestal ga ik dan gewoon zo. Een soort van fotobom. Dat ze dan laten zien. Hé, Mara stond er ook al. Want anders is het zo awkward. Want dan zit je hier achter. Je kan hier ook niet bukken of zo. Ja, snap ik. Dan sta je er zo droog op. Ja. Nou, dit was wel echt super leuk. Dit was lief. Oké, nou dan gaan we nu door naar huis. Nog een uurtje rijden, want zijn we er. Oké, dames en heren. Ik ben thuisgekomen. Heerlijk. Superleuke dag gehad. Echt ontzettend genoten. Alleen nu heb ik één dingetje. De allerlaatste jump die ik deed over Bert heen heeft mij wel een nodige plek gegeven op mijn scheenbeen. En voor de mensen die niet zo heel erg goed tegen een wond kunnen, zou ik zeggen spoel even 30 seconden verder vanaf nu. Dan heb je er geen last van. Maar voor de mensen die er wel tegen kunnen, het is op zich niet zo heel heftig vind ik. Maar misschien komt dat ook omdat het op mijn eigen scheenbeen zit. Maar in ieder geval, ik heb hier een plek op mijn scheenbeen. En ja, die moet ik wel even gaan schoonmaken en even gaan verzorgen. Want ja, dat is gewoon een haal van hier tot hier. Dus dat is wel een beetje zuur. De linkerkant heb ik er gewoon een paar rode plekjes, blauwe plekjes. Dat is het. Dus toch wel bijzonder, hè? De hele tijd ging het goed. En de allerlaatste jump heb ik toch even een shinner meegemaakt, heet dat waarschijnlijk. Dus dat je zeg maar doorglijdt en dan met je scheenbeens op je trapper glijdt. Nou, was het best wel pijnlijk. Als dat het enige is wat ik heb, dan vind ik het op zich prima. Want als ik kijk naar alles wat ik heb gedaan, kon het erger aflopen. Dus voor nu, heel erg bedankt voor het kijken naar de vlog. Hopelijk heb je genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Shoutout naar alle skateboarders die mee hebben gedaan aan deze video. Alles van hun staat in de beschrijving. En ik zie jullie heel graag morgen met een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace!